Het is een test. Hallo allemaal, vandaag een nieuwe video van Moik. Ik ben de gast Fabio. Ja, en vandaag gaan we Geometry Dash spelen. Met z'n tweeën. Ja, alleen het gaat denk ik niet goed komen, maar we gaan het proberen. Nou jongens, geniet ervan en veel plezier met kijken. Yeah. Ik heb nooit gedacht dat ik voor 2.2 met iemand een 2-player level zou proberen. Ik heb dat nooit gedacht, dat ik dat met iemand zou doen. Oké, we gaan even testen. Of die up arrow key jou is. Spatie mij. Ik ben achterste. Ja. Kut, dat was ik. Thomas. Oh, ik snap hem. Je moet iets laten springen daar. Oh. Begin ik dat? Ja. Thomas. Jezus, wat een delay zit hierin. Kut, dat was ik. Ja, er zit echt een delay in die up arrow key. Ik hoop dat je er niet aan irriteert. We kunnen ook practice mode doen, hè? We kunnen kijken hoe het hele level eruit ziet. Practice? Dat doe ik niet aan. Ik hoop serieus dat dit level gewoon werkt met practice mode. Anders moeten we echt dit level blind spelen. Oh my. Oh. Het werkt, oh mijn god. Kut. Dan ben ik weer. Oeh, check me zo niet meer zetten. Oh, je zou de spider. Oh, ik let op jou. Ja. Jij bent te klein. Wat achteraan. Oh. Oh ja, hier wordt je een ship. Wat moet ik daar doen? Wacht. Oh. Ik kan niet helemaal omhoog. Maar ik hoef niet per se een hartje te pakken. Oh, dan word ik een UFO als ik een hartje pak. Maar hoe pak ik dat hartje dan? Oh, je had je ding pakken. Ja, ik moet dat ding. Oh, jij moet dat ding pakken. Ja. Kut. Bro. Ja, ik verpeste jouw hele run, man. En dat was een level. Serieus, dat is hoe het level werkt. That's it. Ja. Easy. Dit kunnen we wel makkelijk halen. Ja. Wat voor is het een insane map? Het is een hard demon. Dus als dit je eerste demon wordt, dan heb je gelijk een hard demon als eerste demon verslagen. Ik geloof niet dat het een hard demon is. Oeh. Het is hard demon omdat het twee spelers is, maar als het met je tweeën is, dan is het... Oh, ik ging daar... Ik dacht gewoon, I'm a commit suicide. Het level was gewoon zo niet moeilijk, maar ik lette gewoon niet op waar ik moest springen. Oké. Nu kom ik bij de spider. Kijk uit. Even wachten. Ik dacht ik was niet van jou. Hop. Jop. Weet je, ik zag echt als een monkey rond deze kamer en als ik dood ga door een onzin. Precies. Speaking of the devil. Oké. Niks doms doen. Wachten. Ah, ik raakte een beetje confused met jouw landing en de mijne. Ik lette te veel op de jouwe. I'm innocent. Als ik nu weer dood ga, dan als ik hier dood ga, ben ik gay. Shit, ik ben niet gay. Er zit daar een coin. Er zit daar een munt, die moet jij pakken. Nee, die moeten we niet pakken. Die moeten we niet pakken. De munten zijn altijd moeilijker. Ja, ik zag echt heel erg onzichtbaar in een bepaald stuk zie je een rode orb. En als je die tikt, dan kom je bij een munt. Waar zie je een rode orb? Ja, dat zie je straks. Ah. Zullen we nu doodgaan? Ik zweer het je. Where is die red orb? Ja, we zijn er al voorbij. I didn't see the red orb. Ja, ik zag hem wel. I didn't see the red orb. Kom,
echt goed op. Je bent nu een ship. Je moet dat voor mij wat hard pakken. Ja, dan moet je daar boven. Ja! Ja! We hebben hem! Sorry. No more coins, let's go! We hebben hem! Oké, dat is hem. Oké. We hebben Ayo die verslagen, of pak. We hebben letterlijk 88 na min 1, want ik had per ongeluk hem één keer geprobeerd. 87 pogingen. 87 pogingen. Mijn reactie was wel echt te hard. Ja, wel een beetje te. Ja. Nee, maar het is gewoon. Het voelt raar om een 2-player demon te verslaan. Gaat het? Ik doe niks! Je doet wel wat. Wat? Niks. Oké. Okay. Oké. Okay. Silent Nox maakt sowieso van die kut levels. Oké, dit is trouwens dat bij. Oké. Werkt hij? Werkt het liedje? Ik denk het wel. Ik jump over de key heen. Oh mijn god, vader. Doe je het bijna weer. Oei, stress, dat zag je wel. Nee, nee! Dat was dat kutstukje weer. Ja, kut, sorry. Daar moet je echt letten op de dash orb. Let's go! Oké, hier moet ik een keer hier. Nee! Nee! Wat? Dat was een beuk! Nee! Bro! Als dit nog een keer gebeurt, hè. Als dit nog een keer gebeurt. Wat, ik vong! Er stond daar nog een onzichtbaar blokje die mij in tegenhield. Die moest er bij die over die sleutel. Wat? Oh nee, ik sprong telkens, dus je had geen eens een kans om te tikken. Wat doe ik? Wat doe ik? What the fuck? Je springt op dat ding. Man, het gaat niet lukken, kijk. Huh? Wat? Wat? Oh. Huh? What the fuck? Ik dacht dat je een zieke glitch gevonden. Ja, maar... Een zieke glitch in de Matrix? Nee, jongen, dit is fuck zo fout. Dit, jongen, echt. Dit is zo kut. Het werkt af en toe. Dat is zo kut. Wat doe je? Wat doe ik? Nee! Wat gaat het goed als ik mijn kloot in het? Nee! Samen namena, waka waka, samen namena, samen namena. Send water to Afrika. Oh, yeah.
Ik drukte daar. Alleen dat je. Je kan niet. Maar hoe kan ik daar naar beneden gaan? Let op, wave! Nee! Ja! Ja! Hey! Ja! Hij doet het weer! Oké, okay, bureau. Oké. Dat is heel dicht wat rondje. Nee! Je kon wel verder. Kast aan white. Mountain, bruh. 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 Het laatste stuk moet ik dan door, weet ik. Kijk. Je hartslag, als elke keer je dat stuk, jij hebt gewoon 20 hartslag op nou, 20 kloppen nou. Nee! Boeien, fuck dat, doorgaan. Spring! Nee! Nee! Deze run ging zo goed. Je was een fucking wave pro op dit moment.